Yo, mijn naam is Jesper en je kijkt naar een nieuwe 10. Met vandaag 10 geheime hints dat je ouder wordt dan 100. Nummer 10. Je bent populair. Mensen zijn altijd al sociale dieren geweest. Maar het zal je misschien verbazen hoeveel invloed dat heeft op je levensduur. In 2010 deed een groep onderzoekers in Birmingham een meta-analyse van de vriendschappen van 148 studenten ten opzichte van hun gezondheid. Mensen met een groot sociaal netwerk hadden 50% meer overlevingskans dan mensen met een klein netwerk of zelfs isolatie. Met andere woorden, het hebben van veel vrienden zorgt voor een langere levensduur. Sociaal zijn zou dubbel zo effectief zijn als bewegen. Het enige verschil in levensverwachting tussen populaire en eenzame mensen is zelfs even groot als het verschil tussen rokers en niet-rokers. Dat komt door de hoeveelheid stress. Eenzaamheid geeft stress en dat kan zich uiten op je lichaam. Door met nummer 9. Je bent rijk. Het zal niet als een verrassing komen. Mensen met veel geld kunnen genoeg gezond eten en veel naar de sportschool gaan. En als ze dan al ziek worden, dan zijn er medische rekeningen geen probleem. Maar de biologische reden is misschien nog wel interessanter. De rijken zouden volgens onderzoek betere en sterkere stoffen hebben. Het is niet helemaal duidelijk waarom rijken dat hebben. Sommige wetenschappers zeggen dat het komt omdat stress die stofjes wegneemt. Nummer 8. Je moeder was jong toen je geboren werd. In 2006 vonden onderzoekers uit Chicago dat kinderen die geboren werden, waarbij de moeder jonger was dan 25, bijna 2 keer zoveel kans hebben om 100 te worden. Ze bestudeerden 198 mensen die ouder waren dan 100 en 116 van deze mensen hadden jonge moeders. Hoewel de reden voor dit verschil nog niet duidelijk is, geloven de onderzoekers dat dit komt omdat de eitjes van een jonge vrouw nog vitaler zijn dan van oudere vrouwen. Nummer 7. Je snurkt niet. Hevig snurken is vaak een teken dat iemand slaapproblemen heeft. Dat komt wel vaker voor, maar de keel opent dan niet goed tijdens het slapen. Dat betekent dat ze vaak wakker worden en zo een verstoord slaapritme oplopen. Dit staat weer in verband met obesitas, een hoge bloeddruk en een grotere kans op beroertes. Maar hoe slecht zijn die nachten nou voor je slaap? Volgens onderzoekers zouden mensen met deze stoornis 46% meer kans hebben op een vroegere dood. Nummer 6. Je loopt snel. 100 worden? Ga dan eens een stukje lopen. En snel. Het is allemaal geen rocket science. Als je sneller loopt, beweeg je intensiever en dat is gezond. Uit onderzoek is ook daadwerkelijk gebleken dat dit met elkaar in verband staat. De wetenschappers meten de tempo's van 340.000 mensen die ouder waren dan 65. Ze zagen dat de overlevingskans van de deelnemers groter werd als ze sneller gingen lopen. De gemiddelde snelheid is 1,4 meter per seconde. Maar zelfs 0,1 meter erbij kan al 12% verschil in levensduur zijn. Het is dan ook niet verrassend dat de 92% die het snelst liep nog 10 jaar ouder werden. Nummer 5. Je doet vrijwilligerswerk. Wil je meer tijd? Doneer dan wat van je tijd aan het goede doel. Onderzoek heeft aangetoond dat het doen van vrijwilligerswerk niet alleen andere mensen helpt. Het kan jouw leven ook langer maken. Het zou het risico op overlijden rond de 55ste met meer dan 47% verlagen. En denk nou niet dat je kan wachten totdat je van middelbare leeftijd bent, want hoe jonger je bent, hoe meer effect het heeft. Je zult merken dat je goed over jezelf denkt. Daardoor maakt je brein meer prolactine aan en deze hormonen helpen je bij stress. Nummer 4. Ga niet binge-watchen. Je weet vast wel dat de hele dag hangen en Netflixen niet de gezondste manier is om je leven door te brengen. In 2011 was er echter een onderzoek dat ontdekte dat een beetje tv kijken kan helpen. Na het bestuderen van 11.000 Australische deelnemers zagen de wetenschappers dat elk uur dat je tv kijkt ongeveer 22 minuten van je levensduur afhaalt. Dus laat die Stranger Things sessie maar liggen dan. Alleen al het laatste seizoen kijken kost je 308 minuten van je leven. En daarbij komt natuurlijk ook dat je niet de hele dag moet gaan zitten. Je moet dus ook meer bewegen, zodat je er een gezondere levensstijl op nahoudt. Nummer 3. Je hebt een kat. Goed nieuws voor alle kattenliefhebbers. Je favoriete knuffelbeest kan wellicht je ticket naar een lang leven zijn. Onderzoekers publiceerden een artikel waarin wordt aangetoond dat het hebben van een huisdier goed is voor je hart. Door te knuffelen met je kat zou je meer dan 40% minder kans hebben op een hartaanval, omdat je stress aanzienlijk verlaagt. Nummer 2. Je houdt van zingen. Zingen is verrassend goed voor je gezondheid. En dan maakt het niet uit of je er goed in bent. Ook jouw gekrijs onder de douche biedt mogelijkheden. Zangoefeningen betrekken allerlei lichaamsdelen, waaronder je hart, je longen en spieren in je rug. En oh ja, ook zelfs je buikspieren. Pavarotti had echt geen excuus voor het niet hebben van een wasbordje. Ook krijgt je immuunsysteem er een enorme boost door. En dan op nummer 1. Je bent optimistisch ingesteld. Als je 100 wilt worden, helpt het ook nog eens als je ergens voor leeft.
The Lancet publiceerde een artikel over een onderzoek dat meer dan 8 jaar had geduurd. Een onderzoek naar 9000 bejaarde mensen. Gedurende de periode hebben de onderzoekers het meermaal gevraagd hoe waardig ze hun leven vonden. Degenen die de meeste waarde gaven, hadden ook een grotere kans op overleven. Volg 10 nu op Instagram, @10video's. Want elke week verschijnen daar leuke memes op die te maken hebben met de video's van die week. En als je nu nog een video wilt checken, check deze. De 10 gekste manieren om de pijp uit te gaan. Ben je benieuwd naar die video? Klik op de video op het scherm, rechtsboven in de infokaart of op het linkje in de videobeschrijving. Oh ja, laat een like achter. Tot ziens!